in de zin dat het die niet snel kan inzetten. En de organisatie kan worden overvallen door een plotselinge actie vanuit Rusland, wat juist heel snel mobiliseerbare strijdkrachten heeft en zich bedreigend opstelt ten opzichte van de OC-staten, Estland, Letland en Litouwen. Oké, dus u ziet, dit gaat uit van een Russische aanval op dus NAVO-grondgebied als een mogelijkheid. Het is niet uit te sluiten. Rusland heeft een paar jaar geleden een deel van Oekraïne ingepikt. De Krim, het stimuleert een oorlog in het oosten van Oekraïne. Oekraïne is geen NAVO-lid, maar het geeft zeer te denken wat de Russische leiding, de huidige Russische leiding in Moskou wil. En er zijn signalen dat daar goed op moet worden gelet. Omdat er soms een soort droom is in Moskou dat men delen van het vroegere grote Sovjetrijk zou kunnen herstellen. En in de Baltische staten, dus de drie die ik net noemde, bestaat er behoorlijk wat vrees voor de mogelijkheid van een plotselinge actie van de kant van Rusland. Dan nemen ze het wel op tegen de NAVO, de Russen. En uw vrees is dat de Russen heel snel een grote troepenmacht op de been kunnen brengen die Baltische staten onder de voet lopen. En dat terwijl de NAVO dan nog aan het opbouwen is en dan eigenlijk te laat is. Zijn we dan echt te laat? Is dat dan weg of ontstaat er dan een veel groter conflict? Dan staat er nog een veel groter conflict, want dan moet de NAVO zich beraden op terugveroveren wat ontzettend veel slachtoffers gaat veroorzaken, met name in die landen, of Rusland te dreigen met de inzet van kernwapens, wat ook geen aangename optie is, want dat kan heel erg escalerend werken. Het beste om dreiging van kernwapens en dreiging van grote aantallen slachtoffers te voorkomen, is ervoor te zorgen dat de NAVO behoorlijk present is in die drie OC-staten. Dat is een signaal waar het Kremlin dan niet omheen kwam.